Kent u ze nog, die oude ambachten? Vroeger brachten we de schoenen naar een schoenmakerij en moesten we een paar weken wachten voordat we hem terugkregen. Zouden die er nog zijn, denkt u? Jawel, we hebben er een gevonden. In Vreeswijk. Een echte schoenmakerij. Bestaat 110 jaar, is inmiddels wel een paar keer verhuisd, maar ze bestaan nog. Gijs van der Woerd is de eigenaar. Gaat u mee naar binnen, wij gaan met hem samen wat schoenen repareren. Zo Gijs, we zijn in je winkel, jongen. Zeker. Hartstikke leuk. Hey Gijs van der Woerd, je bent wat ouder dan 65. Waarom blijf je schoen maken? Nou, de mensen. Ik heb altijd mensen en ik doe het graag. En als ik ermee uitscheid, nou, dan zit ik boven alleen. Dan heb ik niks te doen. Je bent op de woensdagmiddag dicht, hè? Ben ik eigenlijk dicht, maar ik ben 9 van de 10 keer gewoon open. Want als ik niet weg hoef of weg gaat, ga ik ook niet boven zitten. Dan ben ik hier gewoon aan het werk en ik heb altijd mijn werk. Dus ik kan gewoon altijd lekker aan de gang blijven. Hoeveel schoenen moet je maken per week zo'n beetje? Nou, zo'n 40 paar maak ik er wel. En dat is allemaal van de buurt, van de mensen uit de buurt? En vroeger was dat veel meer, vroeger. Ja. Is het een uitstervend beroep? Dat wil ik niet helemaal beweren, maar het is wel minder geworden. Als ik nou wegga, komt er niks meer voor terug. Brengt u de schoenen bij een schoenmaker of koopt u ze nieuw? Ik koop schoenen bij de schoenenwinkel als ik daar aan toe ben. En als ze gehakt moeten worden, dan laat ik ze wel bij de schoenmaker hakken. Als het nodig is, dan laat ik ze wel maken. Bij de schoenmaker. Ik koop ze meestal nieuw, maar laat er dan een extra zooltje onder zetten bij de schoenmaker. Ik breng ze verder nooit naar de schoenmaker. Ik koop nieuw in de winkel. Dan pak ik zo'n plaatje, kijk, dat past precies. En dan... Dan doe ik hem eronder en dan doe ik dat aandrukken, hoor. En dat doe ik ook met die andere. En dan zit hij zo vast als een huis. Dit is een poetsmachine, daar kun je mee schuren, ruw maken. Dit is een knecht. Zo sta ik uren achter deze machine soms. Moet je geen kapje op, geluid? Nooit geen kapje op gehad. Ik ben ook niet doof geworden, hè? Ja, om de donder niet. Ik hoor alles nog. En hoe ziet die schoen er nou uit als je dat gedaan hebt? Nou, dan maak ik die hak eraf en dan komen er weer een paar nieuwe haken onder. Okay. Mag ik een beetje laten zien? Kom maar. Hier, dit is alles om de boel glad te maken, om het zo ver te maken dat je die schoen af kan maken. En de tijd die is zo vlug gegaan. Kijk, zo. Dan schuif je hem er zo op. Zo. En dan kan je hem zo in de rondte naaien. Zo. Dan gaat hij zo in de rondte. Kijk, dan doe ik netjes zo. Een rijntje zo. Erop zetten. Kijk, zie je? Dat zet ik hem om. Is dit voor een bruine? Zet ik hem nog een keer om. Is dit voor een zwarte? Je krijgt complimenten over je kwaliteit in je leven? Ja, dat durf ik gerust te zeggen. Ja. Dat is zo. Ik houd ervan om goed werk te leveren. 110 jaar bestaat het bedrijf. Ja. Dat is een felicitatie waard. Jazeker wel. 10 jaar, hoe lang heb je nog een opvolger? Gaan jullie ermee verder? Je zei net van niet. Opvolger en ik heb verder niks, maar het is wel zo. Laten we zeggen, als ik 80 ben, als ik het haal, hè, dan ga ik naar de vakschool. Er is nog wel een school waar ze dat kunnen leren. Het zit geloof ik overweg daar, want dat heb je hier gezeten op die streek school. En dan ga ik daar naartoe en als er een liefhebber is of weet ik wat, nou ja, dan kan hij hier zo zijn brood verdienen, want ik heb het ook altijd kunnen doen. En ik heb nooit geen advertentie hoeven te zetten. Op school wordt altijd gelopen. Mijn vader zei altijd, zolang de kinderen zijn geboren, gaat de schoenmakerij nooit verloren. En dat is ook zo. Nou, ik hoop dat jullie ook niet verloren gaan. Gefeliciteerd, 110 jaar. En tegen de tijd dat je 80 bent, mogen we dan nog een keer terugkomen? Jazeker, ja zeker. Ja hoor, je mag iedere keer wel even terugkomen. Een bakkie doen of zo, weet je wel. Dank voor de fijne ontvangst, Gijs van der Woerd. Dank je wel. Go.
Dan zeggen ze, nog een ouderwetse schoenmaker. En dat is ook zo.